fijn dat u er allemaal bent. Een zaal vol, heel fijn. Ik zie vaders, moeders, opa's, oma's, ooms, tantes. Ik zie ook wel een aantal leerkrachten zitten. Welkom allemaal. Heel fijn dat u er bent. De afscheidsavond van groep 8. Wat gaan we vanavond doen? Wat kunt u verwachten? Allereerst gaan we natuurlijk genieten van de musical van groep 8. Daarna hebben we even tijd voor wat te drinken. En daarna gaan we over het officiële gedeelte van de avond. En dat is het afscheid van echt de kinderen van groep 8. De musical waar we zo meteen naar gaan kijken, die heet Torenhoog. Dat zien we daar al. En ze hebben er heel hard op geoefend de afgelopen weken en maanden. En dan zie je in zo'n school zie je steeds meer van zo'n musical ontstaan. Eerst is er weinig te zien. Hoor je af en toe een liedje, zie je af en toe wat kinderen oefenen. Opeens komt er een kledingrek de school binnen. Nou, binnen de kortste keren hangt die vol met allerlei leuke attributen. Kleding, je ziet af en toe kinderen voorbij komen dat je denkt, joh, wat gebeurt hier in de school? Dan denk je, oh ja, musical van groep 8. Een podium, nou een paar weken terug was dit nog de speelzaal voor de kleuters, maar er is niks meer van te zien. Ze zijn er echt helemaal klaar voor vanavond. Af en toe zag ik ook juf Stephanie wat gestrest op de school. Oh jee, gaat het allemaal wel goed komen? Gaat het wel lukken? Maar we hebben vanmiddag al gekeken met de andere kinderen en het gaat lukken, dat weet ik zeker. U gaat vanavond genieten van een musical van groep 8. Dus ik zou willen zeggen, geef ze een daverend applaus. De kinderen van groep 8 in de musical. Kom je uit.
jongens en meisjes. Wat een wind, hè? Ik heet jullie allen graag hartelijk welkom bij de feestelijke opening van de Dream Tower. Hier midden in Nieuw Den Helder. U heeft vast wel even genoten van het geweldige uitzicht. Daar aan de westkant kunt u heel mooi de Trimmelen zien liggen. En aan de andere kant ziet u de bollevelden in de stralende zon. Dit spektakel wordt in 38 landen uitgezonden. Maar voor we live gaan, eerst een huishoudelijke mededeling. Heeft u al uw telefoon op stilstaan? Ja? Heel goed. Dan geef ik nu graag het woord aan EBO. Hallo beste mensen, ik ben EBO en ik sta garant voor uw eigen veiligheid. Omdat we zo hoog zijn, kun je zoals we duizend voelen. Daar wil ik u vragen om rustig in en uit te ademen. Doe maar in en uit. In en uit. Goed hoor, ik denk net dat jullie vaker hebben geademd. Echt heel goed. De noodgangen. Ja, de noodgangen zijn nog niet klaar. Het is een erg nieuw gebouw, dus de noodgangen zijn nog niet klaar. Als er problemen zijn, wil ik graag even helpen bij de lift. Dus als er problemen zijn, beter in te vinden. Dankjewel, EBO. Eerst laten we zien hoe het zover is kunnen komen. Kijkt u mee naar een korte presentatie over het leven van Mark Zuckerberg. Hij is de man achter het Dreambook en de Dream Tower. Vanaf het moment dat Mark Zuckerberg werd geboren, keek hij al omhoog. Vanuit zijn wieg zag hij de wolken en hij droomde er toen al van in die wolken te zijn. Niet zo gek misschien, met een vader die hijskraanchauffeur was en een moeder die een hoge functie had bij KLM. Mark bleek een bijzonder kind. Van jongs af aan wilde hij hoger op, hoger en hoger, naar de top. Hij bouwde boomhutten in de hoogste bomen en zat regelmatig op een dak te staren naar de hemel. Zijn ouders waren als de dood dat hij een keer zou vallen. Ten einde raad haalden ze er een psychiater bij. Die vertelde dat Mark een volkomen normaal kind was, maar wel een dromer. Bovendien was Mark bijzonder intelligent. Hij vierde zijn afscheid van de basisschool met een zelfgeschreven groep 4 musical en kwam van het gymnasium toen hij net 13 jaar was. Terwijl zijn vriendjes zaten te gamen, ontwikkelde Mark juist zijn eigen games. Hij was een echte computer wizard en werd er al gauw schatrijk mee. Maar hij bleef een dromer en startte toen het sociale platform Dreambook. Tegenwoordig zitten er dagelijks miljoenen, misschien wel miljarden mensen op Dreambook, waar ze hun dromen met elkaar delen. En zo kon Mark ook werken aan zijn eigen droom, de hoogste toren van de wereld. Hij liet de beste architecten ontwerpen maken, nodigde wolkenkrabberspecialisten uit Amerika en Dubai uit en koos het mooiste ontwerp. Uiteraard het ontwerp waarbij de toren het hoogste was. Het afgelopen jaar is er heel hard gewerkt en nu bent u erbij op het dak van de hoogste toren van de wereld. De Dream Tower. We wensen u veel plezier. Straks een heleboel beroemde gasten ontvangen, die we uiteraard begroeten met een applaus. Zullen we dat even oefenen? Ja? Ik zeg bijvoorbeeld graag een hartelijk applaus voor een van onze grootste sportmannen. Hier is Memphis Depay. Merci, merci. Wat een win, hoor. U heeft het goed gezien, dames en heren. Dit is natuurlijk niet Memphis. Maar mag ik u voorstellen aan onze Franse chef-kok Jean-Pierre, dames en heren? Dat applaus klinkt al heel aardig hoor, maar we oefenen het nog een keer. Hier is de enige echte koningin Maxima. Dank u wel, wat een wind, hè? Nee, ook Maxima komt natuurlijk niet echt. Maar serveert de Maartje hier, zal alle gasten gaan bedienen. Dankjewel, Maartje. En houd dat vast, dat applaus. Nu gaan we echt beginnen. We weten al wat meer over hem, de man die nu uit de lift komt. Hier is uw gastheer Mark Zuckerberg. Dank u, dank u. Wat
schade. Zo te zien zit meer goed in de stappen was. Ja, dankjewel, Nel. Je mag natuurlijk ook meer geven, hè. Ik zeg altijd maar, zo voort slaat niet af. Ja, dankjewel, Nel. Oh, sorry hoor. Sophie, kom jij eerst de gast maar aan. Ik kom een speechie vinden. Ja hoor. De eerste gast, dames en heren, is iemand die elke dag op tv is. Hier is de beroemde... Ja, hallo, daar ben ik weer. Dat is veel meer dan weer, dames en heren. Wilde Weerman, zou ik zeggen. Want dames en heren, wat een lekker windje hier, hè. Ja, het weer was weer heerlijk op deze vandaag. Maar op zo'n hoge toren is het weer natuurlijk weer heel anders dan het weer daar beneden. Stop! Wat nou weer? Je hoeft het weer vandaag niet te presenteren, hoor. Kom, er staat lekker druk voor elkaar in het restaurant. Maar het weer dan? Dat kan ik later nog. Onze volgende gast, dames en heren, ging namens Nederland ruimte in. Hier is de enige echte Albert Kuipers. Hallo, hallo, dames. Welkom, meneer Kuipers. Welkom op de hoogste toren van de wereld. Hoog, haha. Hoog, dat is toch niet hoog, want ik wil weten waar ik ben geweest. Dat is pas hoog. Dit is toch echt de hoogste... Geeft niks, ouders. Het is een leuk toontje, maar zeker niet hoog. Zeg, meneer Kuipers, u heeft hier verstand van. Moeten we hier ook nog ergens speciaals op letten? Nou, vermoei je er niet mee! Nou, de dame heeft een goed punt over dat we overal voorbereid zijn. Ik heb ook astronautenvoeding bij me en mijn tandenboester natuurlijk. Meneer Kuipers, er staat een gewoon drankje voor klaar in het restaurant. En dan nu, dames en heren, een dame die de hoofdrol speelde in vele films. Hier is de enige echte Stella Lures. Mijn hemel, wat een windje. Mijn kop gaat helemaal door de war. Vreselijk. Mevrouw Lures, welkom. Wat een eer. Het is ook een eer voor jullie. Ach, overbaar, kom loop ze met me weg. Ik ben het gewend dat je als je zo beroemd bent. Heer, het restaurant stelde lekker voor elkaar. Dames en heren, nu komt naar boven een rockband waar ik zelf weg van ben. Nou, vooral de zanger dan. Hier is de rockband Rocky on the Rocks. Nu komt de sportclub van het jaar. Ze hebben dit seizoen alle prijzen gewonnen die er maar te winnen vielen. Hier zijn de hockeymeisjes van Sla erop! Bij de jonge computertalenten. Slimme IT'ers, gamers, hackers, speciaal op uitnodiging van Reebok. Zeg maar gewoon de Dames en heren, 2 jaar geleden had nog niemand van hem gehoord.
Toen begon hij met zijn eerste videoblog, zijn vlog zoals het heet. En nu heeft hij al meer dan 1 miljoen volgers. Wij weten alles van zijn privéleven. Hij is een voorbeeld voor ons allemaal. Hier is de enige echte Renzo Ros. Ja! Wij zijn mevrouw Boterham. Boterham, niet Renzo Ros? Nee, Boterham. Mevrouw Boterham. Wij zijn zussen. Interessant, maar niet dus. Wat doen jullie hier? Ik moet een paar nieuwe kousen hebben. Is het de naamsgeleide van de VND? Nee, dit is niet de VND. De VND is echt verleden tijd. Ga ze alsjeblieft gauw aan de kant. Want daar is hij dan wel. De enige echte... Renzo Ros! Nee, ik ben een nieuwe helder en staat de hoofdspoor van de wereld. Vet cool! En wat waait hier? Ongelooflijk! Dikke duim omhoog! Renzo, mag ik met jou de foto? Ja! Dit is toch wel heel speciaal. Een toren van 1 kilometer hoog. En wat waait hier? Ongelooflijk! Zie je hoor wel dat ik zo mijn moeder niet te zien. Te gek. Deze echte Renzo, dat cool. Kijk zo. Ja! Dat kunnen wij ook. Kijk, daar hebben we de oprichter van Dini. Mark Suikerberg en zo. Welkom Renzo. Jij hebt laten zien dat iedereen beroemd kan worden. Gewoon door zichzelf te zijn. Vlog heeft de toekomst. Nou, ook dikke duim al voor u, meneer Zuidberg. Zeg, wat is ongeveer precies dat vloggen dan? Weet je dat niet eens? Nou, ik hoop het hoor. Dat is een soort dagboek, maar dan gefilmd. Lijkt het zonder internet. Zodat iedereen alles weet over zijn privéleven. Alles? Jullie bedoelen toch niet echt alles? Ja, wel! Alles! Ze zijn niet goed bij mijn hoofd hoor. Ik hoop dat er geen familie van u bij is. Dat zou niet toch gebeuren? Kijk, beste volgers. Er zit zelfs een hele zaal vol te zien. Laat de dikke duim eens zien. Laat de dikke duim eens zien. Thank you.
alweer een belangrijke wedstrijd. Ja, hier, komt u. Hallo, waar ben je aan het schrijven? Oh, niks speciaals. Is dat je dagboek? Ja. Dat is toch heel ouderwets, zoals je toch tegenwoordig op internet? Ja, in een blog of in een vlog zoals Renzo heet, zodat iedereen kan meekijken. Ja, maar als ik nou niet wil dat iedereen meekijkt. Ja, wat heb je daar aan? Waarom zou je alles opschrijven dat niemand het gaat lezen? Precies, dat heeft geen zin. Laat eens kijken. Nee, blijf af. Hé, ze zei toch dat ze die moet delen met anderen? Nog een keer privé, later. Oké, Renzo. Hi, Renzo. Ik ben Rob, maar dan hadden jullie het al op een dagboek. Wat is dat? Maartje daar is mijn dagboek. Oh, niks speciaals. Ik vind het gewoon fijn om dingen op te schrijven. Puur voor mezelf. Puur voor jezelf? Dat is toch wel heel speciaal. Ik doe altijd alles voor iedereen. Ik niet. Nergens voor nodig. Hoe heet ik daar wel voor jou? Kijk, waar zit Renzo? Ja, Renzo. Hey, Renzo is met je dikke duim. Want de poppen vloggen schrijven ook net de pop zijn of niet dan? Zeker weten. Nou, ook dikke duim wel voor jullie. Meneer de Weerman vindt het ook niet vreemd wat hier gebeurt. Ja, die namen Arno's de Winterlucht op zeggen dat ze inderdaad raar mevrouw, maar op zo'n hoge toren is dat niet abnormaal. Nee, daar heb ik het helemaal niet over. Ik heb het over die vreemde jonge man daar, die niks kan en toch opeens beroemder is dan wij. Ja, zoals ja, of die populair. En maar kijk eens, die wolkenvelden. Er komt storm. Tijd voor een noodweerbericht. Hier is Wilde Weerman met de nieuwe aflevering van het weer met Wilde Weerman. Er kan uit het niets enorme druk weer ontstaan. Het is code rood. Nee, code deep purple pimple paars. Wat denk je van dan niet? Ja, zeg dat hard gaat waaien. Nog harder. Daar heb je het al. 1, 2, 3, storm! Nee, dat laatste lijn niet. Maar wel bijna toch? Ja?